Leuk dat jullie er weer zijn. Nice. Jongens, ik ben in Shanghai. Ja, buiten regent het of zo. Het ziet er niet uit. Jammer, maar ik ga het nog laten zien. Ik zit dus in het stadion. Nou, wow, nu ik er naar kijk, overal wordt gewoon gebouwd of zo. Nou, mooi hè? Ik ben dus aangekomen in Shanghai. De eerste keer in China. Ik zal jullie even mijn kamer laten zien. Net kwam er dus een vrouwtje hier binnen. Om de minibar dicht te doen. Dus het is echt lullig hè? Mag ik niet, ik had eigenlijk al moeten eten. Shit. Ja, ik heb mijn roommate. Ik weet niet wanneer ze komt. Maar tot die tijd is dit van mij. Ik moet even dit gaan uitruimen. Ik weet nog niet hoe. Ik denk dat ik daar gewoon mijn koffer neerzet. En dat ik lekker dit deel van de kamer claim. Want ja, ik ben de eerste, dus dan mag dat. Als ik ga douchen, dan ziet iedereen dus alles. Nou, niet iedereen, maar degene die hier ligt, ziet alles. Ik weet eigenlijk niet of je dat dicht kan doen. Kan dat dicht? Oh, wacht. Is dit het? Ja. Nice. Volgens mij ligt hier dit. Ja, ik ga even de was doen. Ik heb echt niks meer. Nou ja, ik heb volgens mij nog... Ik heb volgens mij nog 2 onderbroeken. Dat is niet genoeg, hè? Ik weet alleen hoe duur dit is. Ik weet ook niet hoe die... Is het een yen? Ik weet niet hoeveel dat is. In euro's. Oké, okay guys. This is a stadium. Het is best wel groot. Het lijkt heel groot, zoals gewoonlijk. Wow, ik zie er echt zo moe uit. Het is echt niet te doen. Ja. Maar goed, ja, dit is het dus. Best wel vet. Net als Yokohama lijkt het geen 400 meter, maar 430 of zo. Ik heb even een beetje shake-out gedaan, best wel weinig, want ik ben best wel moe. Niet zo heel veel geslapen vannacht, dus ik heb natuurlijk gisteren nog gelopen, dus het is allemaal best wel snel. Dan ga ik even douchen en dan daarna eten. Helemaal alleen. Dat vind ik wel jammer, dat ik dus nu zo vroeg van tevoren ben en het zijn er dus nog echt mensen. En überhaupt komen er niet heel veel mensen die ik echt ken. Maar goed, dat hoort erbij, hè. Dat is het stadion. Cool, hè? Hoi, ik heb net losgelopen, minuutjes gedaan. Oh ja, hoedjes. Ik had geen hoedjes, dus ik heb heel creatief opgelost. Oh, misschien kan ik het jullie zo nog even laten zien. Ik heb gras geplukt van de zijkant ergens hier, want dit is niet allemaal. Toen heb ik dat als hoedjes op de baan gelegd, want ja, ik kon geen hoedjes vinden. Dus ja, het stinkt hier wel echt tering erg. Ik weet niet wat het is. Maar ik vind het hier overal stinken. Ik ga dus nu nog even loswerken. En dan ga ik lunchen en dan ga ik shampoo zoeken, want ik moet mijn haar echt wassen. Ik bedoelde dit. 1, 2 en zo aan. Ziet het niet heel duidelijk, maar dat was het. Nou, ik heb mijn laundry hoor. Ik heb dus best wel veel geld moeten betalen volgens mij. Ik bedacht me dus later dat het echt iets van, nou, volgens mij €35 is of zo. Om 8 onderbroeken en 8 paar sokken te wassen. Dus ik heb echt gewoon heel veel erin gegooid. Maar eigenlijk was dat helemaal niet nodig. Want ja, ik ben hier nog maar 4 dagen, dus 4 onderbroeken of zo was ook wel genoeg geweest. En sokken al helemaal, want ik heb nog best wel veel sokken. Ja, dus ik had ook gewoon voor €15 of €10 kunnen wassen in plaats van €35.
Ik ga zo naar de baan. Nou ja, ik ben eigenlijk al in de baan. Ik ga zo weer even trainen. Ik ben weer op een nieuw avontuur vandaag. Kijk maar. Ik zit in een taxi dit keer. En ik ga naar de bank. En dan vanmiddag trainen. Dus ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Gisteren was er dus ook out and about. Maar ja, dit was een beetje vergeten. Ik van de camera eten. Good stuff. Hoi allemaal, het is vandaag tijd om te racen. Maar ik ben echt een slechte vlogger deze dagen. Sorry, maar ik zit echt even met mijn hoofd ergens anders ofzo. Ik heb wel een paar dingen gevlogd, maar niet echt consequent, om het zo te zeggen. Nou, mijn benen zijn geschoren. En nu een pakje aan het aantrekken. Hoi allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. Ik ben op Schiphol. Ik ga naar Rome voor de Diamond League. En ik neem jullie mee. Kijk wie ik tegenkom. What's up? Gaan we weer samen in Hengelo hardlopen? Ja, Hengelo. Hengelo is de... Ja, ik niet echt per se, maar jij wel. Ja. Hengelo. We see you guys at Hengelo. Nice. Hey, doei hè? Doei. Doei. Hoi, ik zit dus nu even aan het zwembad. Nou ja, even in de zon mijn koffie op te drinken. Ja, ik heb nog een hele dag te gaan. Ik heb net ontbeten, nu koffie, Italiaanse koffie natuurlijk. Maar het is wel lekker weer. Eigenlijk is het gewoon heel warm. Ik was vergeten mijn... of ik wist eigenlijk niet dat er airco was. Zag ik vanmorgen dat het 25,5 graden was op mijn kamer. Dus nu heb ik hem aangezet. Nu is het al veel beter te doen. Dus dat is wel lekker. Maar goed, ik ga even mijn koffie drinken. Kijk waar ik ben. Wow, een beetje zonnig. Deze baan is dus de warming-up baan van vanmorgen van het Olympisch Stadion. Dat is daar. En deze is zo vet. Deze stond echt op mijn bucketlist. Kijk nou.
Carbs, carbs, carbs. Proteïne shake. Pillen. En mijn startnummer. Hoi, het is dus race day. En ik heb alles bij elkaar geraapt. Als in alles mijn startnummer. Mama is er ook. Die komt kijken. Die heb ik vanmorgen een kaartje opgehaald. En aan de gegevens kom ik even koffie drinken. Die staat nu bij het Colosseum. Wel een beetje jaloers eigenlijk. Want ja, ik zie precies niks van Rome. Dat vind ik jammer. Ik zie wel dit. Kijk, dit is mijn uitzicht. Lekker Rome. Oh. Maar goed, eerst. Heel hard rennen. Ik ben best wel zenuwachtig eigenlijk. Ik weet niet zo goed waarom. Maar ja. It happened already. Dus vanaf nu hoop ik dat Laura het overneemt. Want ik ga niet meer vloggen. Dus wish me luck. Jongens, dit was niet mijn wedstrijd. En ik vind het echt heel kut. Mijn eerste 200 was ik echt met mijn hoofd er niet bij. En daarna was het al te laat. Want ik opende volgens mij boven de 25. Dus dan houdt het al op. Toen de laatste kwam ik nog wel iets dichterbij. Want toen dacht ik, hallo Lisanne, je gaat niet verliezen. Alleen dat gebeurde natuurlijk eigenlijk wel. Maar goed, deze vergeten we snel. Ik heb mijn spullen ingepakt. Het is ondertussen bijna 12:30. En morgen ga ik naar huis vliegen. Of nou ja, naar Nederland vliegen. En dan gelijk door naar Hengelo. Dus ja. Ik zie jullie morgen op het vliegveld. Mama is er ook. Die vliegt met mij mee. Dus dat is leuk. Dus tot morgen. Slaap lekker. Hallo. Kijk, mijn mama is er. Hallo. Ja, zit in het vliegtuig. Ja, dit is echt goed te zien. Oh ja, nu komt hij. En we gaan. Wow, nu is het weer bij mij lekker donker. Nu niet meer. Ja, dus we gaan weer terugvliegen. Weg uit het mooie weer. Ik weet niet hoe het in Nederland is. Hier is het echt lekker. Ja. Dus ja. Dames en heren, bijzonder goede morgen. We zijn in Nederland en ik moet heel nodig plassen. Dat komt omdat ik heel veel water drink tegenwoordig. Dat moet van mijn zusje en van Pikkerikkerie. Nee, mama heeft niet goed de best gedaan. En zelfs ik heb er wat van gezegd. Nou, we zijn op de baan in Hengelo. Herkennen jullie dit? We gaan nog even wat hordesprongen doen en 4×100 en dan terug naar het hotel. In het ziekenhuis. Ah, jongen. Nu gaan we naar een klein jongen. Oké, okay, klein jongen. Ik had een MRI en foto's laten maken van mijn voet. Want daar heb ik al best wel lang last van. En het blijkt dus dat ik last heb van mijn sesambotjes, om het zo te noemen. Zo heette dat, bedoel ik. Ja, en dat komt door mijn spikes. Oftewel, New Balance moet mijn spikes fixen. Want verder is er niks aan de hand. Zeg maar, met gewricht is niks aan de hand. Met mijn tenen is niks aan de hand. Dus het moet wel door. Ik heb ook alleen last als ik op spikes loop. Dus het moet dat zijn.
Dus ik ga nu naar New Balance. Nou, niet daarvoor, dat is toevallig. Maar ik ga wel New Balance dus vragen of ze mijn spike willen veranderen. En dat gaan ze ook wel doen. Maar ik hoop dat dat helpt. Dus nu gaan we naar de showroom. En Laura en Dave zijn daar ook. Als het goed is. Ja. Gaan we vanuit. Als ze met z'n tweeën heel zijn aangekomen. Doei.